Goedenavond. Ja, we zijn live. Nou, allereerst super bedankt iedereen voor jullie komst naar het Museumplein. Het was al met al een hele mooie dag met super mooi weer. Ja, het moest natuurlijk wel weer een beetje triest aflopen. De politie moest weer ingrijpen. Maar vooral echt wat overal boven uitstijgt, is vooral de aanwezigheid van al die mensen. Er waren veel meer mensen dan vorige week. En ik ga het toch ook eventjes over de politie hebben. Want ik heb eigenlijk wel een boodschap voor de commandant. En ook voor degene die daartussen stond. En dat is deze boodschap. Ik geloof jullie niet. En misschien komt dat wel een beetje hard over, maar ik ga zo meteen uitleggen waarom ik dat zeg. En dit zeg ik ook tegen heel veel politieagenten vandaag. Ik geloof jullie niet. En ik ga zo meteen uitleggen wat ik daarmee bedoel. Super bedankt. Ja, ze begonnen met de veegactie wat eerder dan vorige week. Ze hadden ook wel aangekondigd van ja, mensen moeten zich echt aan de coronamaatregelen houden. Het is heel duidelijk, dit komt van Femke Halsema rechtstreeks samen met Bruls en Grapperhaus. Dus de lijntjes worden natuurlijk steeds korter. Ook voor ons mensen zien we gewoon hoe die lijnen nu lopen. En ik heb al eerder gezegd, we zijn natuurlijk helemaal klaar met Halsema. En vandaag is het weer bevestigd. Die vrouw die moet gewoon aftreden. Die moet gewoon haar functie neerleggen. En die moet denk ik... Ja, er moet een heel groot onderzoek plaatsvinden over de rol van al dit soort mensen. En dan zullen we zien wat daaruit komt. Want ik ben ervan overtuigd dat dit echt door een aantal goede mensen wordt bekeken, door wat juristen. Dan blijft er helemaal geen spaan heel van dit beleid. Wat hier gebeurt, mensen, het kan gewoon niet. Maar nogmaals, eerst bedankt aan alle mensen die er waren vandaag. Veel mensen waren gaan zitten. We merkten wel dat toen eenmaal de ME begon te lopen, zeker met het waterkanon daarachter, is dat toch veel mensen wel zoiets hadden van je moet dan wel met heel veel mensen tegelijkertijd gaan zitten. Wil dat op die manier effect hebben? Maar in de cirkel, ik had het zelfs niet eens door, een stukje verderop vormde zich een cirkel met zo'n 150 mensen. Nou, super stoer, heel trots op jullie. Daar zaten zat een hele grote groep mensen in. Ik zag Miranda daar ook in zitten, die ging live. Het hier met een mooie groep mensen, hoeveel zou het er zijn? Ik denk 200. In het het bordje, liefde, vrijheid. We zitten hier met 200 mensen. Liefde, vrijheid, geen kiesjonker. We zitten hier met 200 mensen in het Museumpark, Museumplein. En we staan hier weer omringd door bussen. Je moet eens gaan zitten, je moet even staan. We zitten hier vlak voor het waterkanon. Nou, je ziet genoeg politie. Paardjes, hop, om ons heen. Als je op een zondagmiddag in het park, uiteindelijk zo met twee waterkanonnen en politie en ME, gewoon op een zondagmiddag in het park. En het mooie is, er staan daar allemaal mensen om ons heen. Dat is heel mooi, die gaan ook vaak klappen. En die staan dichter op elkaar dan dat wij op elkaar stonden. En we zijn nu bij elkaar gedreven, we mogen er niet uit. Dus als jij denkt dat er vrijheid is in Nederland, sorry hoor, maar je zit ernaast. Wij zitten hier met parapluutjes en met teksten als alles begint met koffie, vrijheid, verbinding. We zijn aan het zingen. Nou, we hebben nu... Dus weet je, het is gewoon gezellig. En volgens mij kan je beter in de kring zitten dan er buiten, maar dat heb ik wel eens vaker meegemaakt. Zonnige paraplu bij me. De verbinding voor vrijheid paraplu. Wil je ook zo'n plu? Kijk even op geleplu.nl. En daar maken ze natuurlijk graag foto's van. Weet je, als dan spant het vieren hoe het bij me is, of vraag je dat aan de... Oh joh. Ze zijn ingesloten. Ze wachten op een nadere opdracht. Volgens mij wacht een hond op een opdracht. Mevrouw Halsema wachten. We wachten op een opdracht. Goed, Mike. Zelf denken is heel moeilijk. Hey, later ga je trots op jezelf eten. Echt meis, echt waar. Later ga je een busreisje gaan maken. Maar er moet eerst nog een opdracht komen. Dus Femke, denk na aan je woorden. Demonstratierecht is een groot goed. De baas van het hoofdveld ingesloten. Wij wachten op een andere opdracht.
U kunt niet weg. Sigaretje roken. Dan hoeven we ook niet te kiezen, hè? We kunnen niet weg. Ja, ja, ja. Toeschouwers worden nu weggejaagd. Ze gaan nu de toeschouwers weg. Mensen worden weggestuurd als wij worden afgevoerd. Uitspreekt is een terrorist, maar kijk naar de mensen die hier zitten. Een crimineel, hè, als ze dit doen. Aanwezig zijn in een park op zo'n mooie dag, ja. Dat is een reden om opgepakt te worden. Ja, ja. Dat is heel triest. Maar nou zitten ze ons te dwingen. Het zijn die asociale demonstranten, die ruimen gewoon alles hier op, hè, terwijl ze hier nog zitten. Die komen gewoon met een vuilniszak langs. Zodat wij het hier netjes achterlaten. Ah, ook de bloemen. Nee, de bloemen laten ze liggen. Kijk, dit zijn die nette demonstranten. Dit zijn net, we ruimen alles op. Ja, goed hoor. Topper. Topper. Ja. Die is ons aan het fotograferen en het filmen. Ja, als je moet plassen, heb je een probleem eigenlijk. Ja, ik moet ook plassen, maar ja. Ik begin al te komen. Ik heb pijn van. Shit. Ja. Had ik een biertje, dan moet niet. Precies, ja. Ja, je moet hier ook komen. Laat je niet provoceren. Weet je, laat je gewoon meenemen. Hey, die kanonnen zijn alweer... Oh ja, ja, ze hebben andere opdrachten gekregen, ja. Ja, ja, ja. Ja, ze wacht op de touringcar dan, hè. Moet ze dadelijk ook in het standje zitten. Wacht op de touringcar. Ja. Ik geef hem even aan jou. Wil jij even het spandoek vastpakken? Even het spandoek. Die gozer die hier voor in de bus zit, die heeft mij toen ook opgepakt. Ik probeer een beetje met ze te praten. Dat wil ik, nee joh. Nee, kijk, wij zitten namelijk in een dictatuur. Ja, als je dat persoonlijke mening vraagt, niet anders. Ja, dat werkt. Ja. Ja, ik heb het wel. Museumplein. Normaal waren we al lang weg geweest. Zaten we in de auto terug naar huis. Maar ja, het is lekker weer, dus... Ja, prachtig. Ja. Even luisteren. Marco. Marco. Ah, de politie spreekt hier. Je bent hier aan de training. Ja. Oh, dat is goed. Ik krijg nog 25 man voor de maand. Doen we er af? Ja, gaan we wel af. We hebben het gehaald, we hebben het gehaald. We zaten er aan. Ja, laat ze ook terecht. Kom. Wij gaan van die kant lopen. Ja, wij komen zo. Ja. Nee, maar man, wij zijn net iets te ver doorgelopen hoor. Oh, we mogen er daar naar jou. Oké, in het kader van de volksgezondheid moeten we met z'n allen door één stukje. Weet je, dat is ook heel logisch, hè? Nee, in het kader van de volksgezondheid. Hey, daar ben je. Ah, hier zijn we. Kan je een hele grappe opening? Dat was wel weer eventjes mooi, hè? Steven, die zat erbij. En nog wat meer mensen die ik ken. Dus echt super trots op jullie. Dat jullie dit hebben gedaan. Echt fantastisch. En uiteindelijk zijn jullie allemaal vrijgelaten. Want er was even een kans dat ook ik dacht van... Nou, misschien worden jullie toch aangehouden. En alleen al het feit dat jullie die bereidheid hebben getoond... Dat maakt ja, toch wel een verschil. Maar uiteindelijk zijn jullie vrijgelaten. En konden jullie naar huis. Ja... Terug naar die agenten. Ik geloof ze niet. En dat gaat om het volgende. Ik had een gesprek met de commandant voordat het begon. Haar naam is Natasja. Ik zal haar achternaam niet noemen. En Natasja die zei, ja, we moeten ons echt wat meer aan de maatregelen houden. Opdracht van de burgemeester rechtstreeks. En toen hadden we het over twee dingen. Ja, er mag niet, de anderhalve meter moet worden gehandhaafd. En er mogen geen handen worden geschud. Nou, en dan heb je met te pakken hoor. Je mag geen handen meer schudden. En ik zei direct, ja,
Weet je, ik kan er best wel inkomen dat je af en toe met z'n allen zegt, jongens, laten we ons een beetje verspreiden. Nogmaals, ik heb het vaker gezegd, ik krijg die 1,5 meter mijn mond niet uit. Om daar ooit een oproep over te doen, ga ik ook echt nooit doen. Maar wat ik me wel kan voorstellen, is zeggen, jongens, laten we het veld vullen. Ik vind dat altijd wel een mooi gezicht voor de kranten, dat als je daar met een paar duizend man staat en je vult dat veld, dat ziet er ook nog wel indrukwekkend uit. En dan pak je 2 vliegen in 1 klap. De politie heeft het gevoel dat er wat afstand wordt gehouden en wij vullen het veld. Dat heeft dan 2 voordelen. Maar elkaar geen handen schudden. En dan komt het punt, Natasja, ik geloof er helemaal niks van. Dat jij dat ooit in je leven zou willen handhaven. En ik snap je antwoord van vanmiddag en ik snap het ook van je collega. Ik zet dus uiteindelijk best wel een beetje onder druk. Dat ik ze zei van, joh, menen jullie dit nou echt? Kan je echt zonder gewetensbezwaren aan mensen vragen om geen handen te schudden? Meen je het serieus? En ik zag wel enige twijfel, maar ja, uiteindelijk vinden zij vinden dat ze vanuit hun professie moeten antwoorden op een manier van ja, als dat van ons wordt gevraagd, dan is dat wat we moeten doen. En ik geloof er helemaal niets van. Ik kan het gewoon niet geloven. Ik kan niet geloven dat je ooit ervoor hebt gekozen om politieagent te worden, om ooit in je leven, als de maatregelen allemaal mogen veranderen. En we weten inmiddels allemaal dat dit allang niet meer om het bestrijden van het virus gaat. Dat mogen jullie zelf echt nog wel vertellen en je mag het je ook later vertellen. Maar dat je echt zo ver gaat dat je verwacht dat mensen elkaar geen handen meer gaan schudden, dat kan echt niet. En ik weet dat sommigen van jullie vanmiddag ook echt hebben geroepen van joh, laten we maar gewoon boksen. Hun best hebben gedaan. Maar zo, dat zeg ik wel vaker. En dat is een hele mooie. Die heb ik van Frank Rusink overgenomen. Waar trek jij jouw streep in het zand? En die is voor iedereen anders. De een had vandaag vooral zoiets van joh, geen handen schudden, boksen. En daar heb ik ook alle respect voor. Alleen mijn persoonlijke grens ligt wel echt, merk ik, bij mij vragen of ik geen handen meer kan schudden, dat gaat gewoon niet. Daarnaast geef ik ook iedereen gewoon een hug. En daar ga ik ook niet mee stoppen. Maar proberen iemand te verbieden handen te schudden, dat is echt wel zo, ja, fundamenteel. Gewoon in de samenleving iets fundamenteels. Dat ik denk van dat kun je niet verbieden. En ik geloof er ook niets van dat je dat als agent ooit zou willen handhaven. Ik geloof het gewoon niet. Dus ik denk dat iedere agent voor zichzelf ook moet nadenken van joh, hoe ver ga ik? En ik blijf het zeggen, de dag gaat komen. De dag gaat komen dat al die ME'ers op een gegeven moment ook zien van jongens, dit is niet waar wij voor hebben gekozen. En echt hun helm optillen en die onder hun arm steken. En als je dan het veld op gaat lopen, weet ik zeker dat je met een heel groot applaus al die mensen zo van het veld af krijgt. Want dat zou echt heel veel respect opleveren. Vandaag moet ik wel zeggen dat heel vaak is de ME nauwelijks aanspreekbaar. Vandaag waren er toch een aantal en namelijk complimenten daarvoor die echt het gesprek aangingen met mensen. Dat doen de meeste agenten als ze eenmaal in het ME-uniform staan niet. Vandaag deed een aantal dat wel. Maar alles bij elkaar, ja, weet je, wanneer komt de tijd, en het is echt een kwestie van tijd, dat toch echt al die ME'ers zeggen, jongens, we doen hier niet meer aan mee. En dat je gewoon het bevel teruggeeft aan de burgemeester. Zeg, weet je wat, ga het zelf maar doen. Als jij wil dat wij echt liefdevolle mensen, die hier gewoon met elkaar samen willen zijn, van het veld af gaan halen, weet je wat, Halsema, ga het zelf maar doen. Grappenhuis, Bruls, kom dan met z'n drieën gewoon het veld oplopen en pak die microfoon en ga het maar even vertellen aan al die mensen. Ik wacht op de dag dat een commandant dat op een gegeven moment durft te zeggen. Dus ja, dat is een kwestie van tijd, hè, mensen. Maar goed, Kamer, het maakt niet uit. We hebben elkaar gevonden. Dus ik kijk nog even of er wat vragen zijn. Ja, Maria zegt, als alles nu 1 Europa moet worden, laat dan de ME'ers ook een beeld zien. Gewoon een rugnummer. Ja, dat ben ik met je eens. Dat noemde ik al. Wij zijn niet meer, wij hebben geen ME die herkenbaar is. En dat is best wel lastig, want ja, als je een keer aangifte wilt doen tegen een ME'er, weet je nooit wie het was. Bianca zegt, ik ging net aan de politie vragen wat ze van plan waren. Toen jij er al bleek te staan, ik was natuurlijk aan het streamen, en een agent in een groepje zag mij aankomen. Hij keek geërgerd en vroeg intimiderend, kan ik iets voor je doen? Hij wilde me weg hebben, merkte ik, en vond het storend dat ik filmde. Ja, en ze zeggen, ik bedankte hem heel vriendelijk en zei, nee hoor, dankjewel. Ja, wat je merkt is dat politie voelt zich best wel snel geïntimideerd of belaagd op het moment dat ze gefilmd worden. Kijk, wat ik me wel kan voorstellen is dat
Kijk, sommige agenten weten gewoon vaak niet hoe deze groep in elkaar steekt en wat voor mensen daarachter zitten. Ze zijn dan toch een beetje voorzichtig. Wat ik ze iedere keer blijf vertellen, wij komen echt in vrede en wij zijn zeg maar de redelijke mensen. Maar al met al leren ze steeds meer. Het ziet er in ieder geval een heel stuk anders uit dan 17 januari. Maar ik blijf zeggen, mensen, kom op, weet je, een waterkanon en honden en paarden. Ik vind trouwens sowieso, en ik ben benieuwd wat jullie daarvan vinden. We zijn er echt over na aan het denken om een grote petitie te starten voor al het dierenleed. Ik hoor steeds vaker dat die paarden wat worden opgefokt vlak voordat ze richting het Museumplein worden gestuurd. Ik kan het niet beamen, ik heb het niet gezien. Ik zou het echt met mijn eigen ogen moeten zien om het waar te kunnen nemen. Ik kan het me bijna moeilijk voorstellen, omdat ik altijd heb gehoord dat die paarden een heel goed leven hebben. Maar toch vind ik dat paarden nooit op die manier ingezet zouden moeten worden. Ik vind sowieso dat dieren niet opgesloten zouden moeten worden. Maar ook die honden, dat ik denk van ja jongens, wat zijn we nu aan het doen? We hebben zeker op 17 januari gezien wat zo'n beet van een hond kan veroorzaken. Ik vind dat je honden hier überhaupt niet voor in moet zetten. Ik bedoel, en dat geldt ook voor die paarden. Laat die dieren met rust en doe het gewoon zelf. Weet je, dat is het. En je bent met mankracht genoeg. Er zijn echt geen paarden en honden voor nodig. Ik vind het echt diep triest. Dus als je het daarmee eens bent, laat even weten. Dan is dat misschien de eerstvolgende grote petitie die eraan komt. Als die al niet gestart is, want soms loopt er al zoiets. Maar ik heb er moeite mee om dat überhaupt te zien. En ja, ik zie dat die honden zijn helemaal gehecht aan hun baasjes. Maar überhaupt het doel waarmee ze worden ingezet, hè, angst aanjagen en domineren. Ik heb daar de grootste moeite mee. Oké, mensen, ik wens jullie een super fijne avond. Tot volgende week op het Museumplein, verwacht ik. Er staat heel veel te gebeuren de komende tijd. Ik geloof dat op 7 maart hebben Vrouwen voor Vrijheid weer een demonstratie. Op 14 maart verzamelen we met z'n allen op het Malieveld van Den Haag, vlak voor de verkiezingen. En op 21 maart, als ik me niet vergis, is er iets heel groots internationaals. Dus ik zeg, pak allemaal je agenda. Het lijkt ondertussen wel een soort festivalagenda. En dan komen we elkaar zeker weer tegen. Oké, ciao. Tot kijken.